Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een live Pro Evolution Soccer 2016 mega bal opening. We gaan gewoon wat ballen openen en dat doe ik vandaag live. Dus zonder geknip ga je mijn reactie weten, want vandaag staan de special agents erop. De allereerste special agent. Er is ook aangekondigd dat ze bij Pro Evolution Soccer elke week special agents doen. Maar deze is de Road to UEFA Euro 2016 Stars Agent. En die agent, daar zitten wat sterren in van onze Euro 2016 kwalificatie. Waaronder ook Arjen Robben, maar die doet helemaal niet mee. We hebben allemaal pakketjes waar we 28,1% kans hebben op een zwarte bal. Maar we hebben ook één pakketje. Waar je 100% kans hebt op een zwarte bal. En wie weet, zit daar een 80-overalletje in. Het hoeft niet per se een wereldspeler te zijn. Maar daar kan dus ook weer Arjen Robin in zitten. En dat is nog altijd mijn doel. We beginnen met een normaal pakketje. Gewoon om, om een beetje de spanning in te houden. En we gaan goed kijken waar die ballen staan. En dan zien we dat er meer ballen zitten in deze special agent. Dus ik heb meer kans. Dan al die keer dat ik hele goede opening heb. En het is meteen een zwarte bal. Holy shit. Is het een speciale animatie? Nee. Dus dan is het een, tussen de 80 en 83 overal. Het is immobile. Ik zag het al. Immobile. Maar die is best wel heel erg goed. 81 overal. Dan ga je kijken wat zijn speciale abilities zijn. En dat is 87 kicking power. 85 stamina. Hij heeft ook veel player skills. Acrobatic finishing. Altijd leuk. Dan kan hij omhalen doen. Outside curler, dan heeft hij een beetje een buitenrand effect. First time shot, dan kan hij in één keer op goal schieten. Wanneer hij de bal nog niet eens hebt aangeraakt, wanneer hij hem krijgt. Het is een hele goede speler, dus die voegen we toe aan de club. Mooi begin. Zwarte bal meteen. We krijgen wel meteen 27,9%, dus 0,2% omlaag. We gaan gewoon nog een keer gaan we die normale opening doen. Zullen er minder ballen zijn? Nou, at the moment denk ik niet. We zitten nog altijd tegen de 30% kans aan voor een zwarte bal. Wat echt heel veel is natuurlijk. En... Daar. Ik ga hem daar gewoon doen. Oh, het is een gouden bal. Dan klikken we snel eventjes door. En dan zien we dat het Bernat is. En Bernat van Weimutschen, die is wel echt heel goed. Kijk naar zijn hexagon. En een hexagon, dat is zeg maar dat figuurtje... waarin je goed kan zien naast een overall... Wat uh, zijn dribbling is, DRI, Wat zijn passing is, wat zijn speed is. Hoe meer naar de hoek, hoe beter het is. En dat zit best goed bij passing, dribbling en speed. Alleen defending niet. Dat is heel passelijk. Maar dit is wel echt een goede linksback. Hij is snel. Dat is zijn key ability. Oftewel zijn hoogste ability. Is explosive power 87 en dribbling 86. Een snelle met balcontrol en pinpoint crossing. En ik hou van pinpoint crossing. Echt waar. Oftewel, dit is ook een goede. We hebben al twee goeie. Oké, okay, we gaan naar de volgende. We gaan 100% naar de volgende. Een gouden bal hoeft dus niet uh, cruciaal te zijn. Het is gewoon tussen de 75 en de 79 overal. Maar het hoeft zeker niet cruciaal te zijn. Ik doe hem hier. Hij stopt snel. Maar precies op de gouden bal tussen al die zwarte ballen. Wat een ongeluk. We drukken door. Want dit is Walters. Heel raar gezicht. Daar hebben we heel weinig aan. Die converteren we in een trainetje, Waardoor we spelers die we al hebben, kunnen trainen. Ik ga die spelers niet laten zien. Want er komen nog wat pack openings online. Alleen ik wou een keer ook een live eentje doen. En die heb ik een beetje ervoor getrokken. Gewoon eentje tot de bewerking. Gewoon live. Dat je gewoon ziet hoe dit nou echt gaat. En daar staan drie naast elkaar. Met eentje die helemaal weg is. Dat vind ik jammer. Maar ik doe hem hier. En dan stopt hij toch zo vroeg. Waardoor je weer een gouden bal hebt. En het is Fintra. Fintra van Griekenland. Ik druk gouden ballen wat meer door. Hij heeft Captaincy en marking. Maar voor de rest Body Balance als hoogste. Daar hebben we zo weinig aan. Daar hebben we zo weinig aan. Wij gaan. Nog een keer voor de normale. We bewaren de speciale voor later. En. Eén. Twee, met mogen ogen dicht. En... Stop, stop, stop. 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 Ah, en stopt hij nog net daar overheen. Weer een gouden bal. Het is... Jerjef. Gerijev. Gerijev van Real Madrid. Die keel speelt bij Real Madrid, 25 jaar. Komt uit Rusland. Ik ken die hele gast niet, maar blijkbaar speelt hij daar echt bij Real Madrid. Hij is snel. Voor de rest heeft hij zo weinig... En die gaat echt geen basisplek krijgen. Ook niet in mijn sub-squad. Want ik heb ook nog een substitute-squad. En dan ga ik nog twee van deze openen, volgens mij. Ja. Ik ga nog twee van deze openen. En dan gaan we voor de knaller. Daar heb je heel veel kans. Daar heb je kans. Of iets onder de 83 overal. Of misschien wel een legendaris iemand. Ik druk in ieder geval op stop. En dan gaat hij heel lang door. Hij gaat op zwart. Hij gaat op zwart. Is het een speciale speler? Dat zie je aan de animatie. Nee, het is iemand onder de 83 overal. Het is Markovic. En Markovic. Zo niet sterk, dat zie je, dat PHI, dat rechtsonder PHI in dat grafiekje. Daar zit totaal geen lijntje naartoe. Physical is dat. Fysiek. Speed is wel goed. En dribbling is ook goed. Van Liverpool is hij normaal. Explosive power is 93. En Speed is 88. Hij heeft geen player skills. Dus dat is niet echt een speciale speler. De rest heeft hij goede dribbling en balcontrol en speed. Waardoor ik twijfel om hem toch in onze squad te gooien. Want dat is wel een leuk snel spelletje, Hij kan alleen zo weinig. Ja, dat klinkt heel raar natuurlijk, want voetballers die voetballen in ieder geval niets. Maar we houden hem in onze squad. We houden hem in onze squad voor nu. Lekker snel spelletje. Heeft alleen geen player skills. We gaan kijken of we nog een zwarte bal kunnen halen. Daar. En hij stopt niet snel. Maar hij stopt precies weer naar die short bal. En het is Guerrero. Een offensive fullback van FC Lorient. En die kill heeft acrobatic clearance en best wel explosive power. Maar we hebben al zoveel linksbacks nu. Dat hij sowieso nooit aan de bak zou komen. En dan hebben we dus nog één kant: dat wordt 80 plus overall player. Het kan dus. Een mega speler zijn. Het kan net een 80-overalletje zijn. Dan heb je heel veel ongeluk. Maar we gaan ervoor. We gaan ervoor. En we mogen nog altijd zelf kiezen. Is het een superspeler? Of is het gewoon een leuke 80 speler? Hoe dan ook. Zal het zal een leuk spelletje waarschijnlijk zijn. We gaan. Er. Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ik hoop op Arjen Robben nog altijd stiekem. Want als het Arjen Robben is, is het gewoon mijn droom. Is de speciale. Nee, het is onder de 83 overal. Het is Parolo. Het is Parolo. Van laatste, 80 overal. Heeft knuckleshot. Dat is leuk. Heeft fighting spirit. Is ook heel handig, want die blijft dan maar doorgaan. Balwinning heeft hij, oftewel hij kan ook verdedigen. Hij heeft passing, low pass. Hij heeft stamina, oftewel hij is niet snel moe. Hij heeft... 84 kicking power, waardoor die knuckle goed van pas komt. Want dan kan hij goed kicken. Hij heeft body balance in de 80. Plus. Het is een, over het algemeen een heel leuk spelletje. Maar ik hoop er zo graag op meer. Want dit kan je trainen natuurlijk. En dan krijg je alles in de 80, overal bijna. Parolo is een uh, algemene speler. Hij kan letterlijk alles. Hij is snel, of nou ja, is hij, is hij best snel? 76, 76 speed, hij is best snel. Hij kan uh, goed verdedigen. Hij heeft attacking prowess goed, defensive prowess bijna in de 70. Het is een algemene masterclass en hij kan ook een masterclass worden. Het is zeker een leuk speletje, maar wat hadden we toch gehoopt op iets beters. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze pack opening. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wil je nou meer van deze live pack openings? Ik druk dan even op dat duimpje omhoog. Zal ik ervoor zorgen. En tot de volgende keer. Later guys.